Goedendag, mijn naam is Aard, ik heb een substitutie bij integralen. Dit is een overig video, ik heb voor elk onderdeel een apart video, dit is gewoon een overig voorbeeld. Eerste voorbeeld, graaf van 1 gedeeld door 3x min 1x. Je merkt je onder dx heb je de x staan, en je hebt 3x in de noemer staan, dan moet je een basis, moet je een substitutie doen. Ja? Want let op, dat kun je niet doen. Daarna moet je zorgen dat onder de x ook een 3x komt te staan. Wat gaan we doen is tegenleggen aan 3x min 1. Ja? Dan zie je dat je dt... Als je het afleidt, dan is dt gelijk aan 3 keer dx. Die min 1 valt weg. Ja? Als we dan overal in t gaan schrijven, dan krijg je dus de integraal van 1 over t. Dus dt, dx is dan dt gedeeld door 3. Dan krijg je dus hier dt gedeeld door 3. En 3x min 1 wordt t. Dan krijg je 1 derde dt gedeeld door t. Dat is een basisintegraal. En een basisintegraal is ln t. Dit is 1 derde. Dus dt over t is ln t. Dus 1 derde daarvan is dus 1 derde ln t. Plus c. Nu, we hebben een integraal in x, dan moet je nog omvormen. Dat betekent dus 1 derde ln x, 3x min 1 plus c. Dat is een substitutie om te zorgen dat je kunt integreren. Dus dit is 1 derde ln van 3x min 1 plus c. Min 1 plus c. Ja. Tweede voorbeeld hier. De graaf van 2x, wortel x kwadraat min 5 dx. Nu, hier heb je wortel x kwadraat. Dan merk je dat x dx gelijk is aan x dx kwadraat. Ja, dus je weet x dx, dus, d, dus 2 keer dx, dx is dx kwadraat. Dan krijg je in feite hier de graaf van wortel x kwadraat min 5, en dan word ik dx kwadraat. Ja, waarom? 2x dx gelijk aan dx kwadraat. Dat zijn differentialen. Dus dx kwadraat is 2 is dx kwadraat plus 5. Dus dat is hetzelfde. Dan kun je hier een plus 5 bij schrijven. Dan krijg je de integraal van wortel x kwadraat plus 5 maal dx kwadraat plus 5. Want de achterkant van een constant is 0. Dan krijg je hier, als je nu de substitutie gebruikt, x kwadraat plus 5 gelijk aan t stelt. Dus x kwadraat plus 5 is min 5 is t, dan krijg je een integraal van wortel t, dt. Nu, dit is een basisintegraal, een wortelfunctie, dat is de integraal van t tot de macht een half. De integraal van t tot de macht een half. Dan weet je dat je plus 1 moet doen, en deel door plus 1, dan krijg je t tot de macht 3 tweede plus 1 gedeeld door 1 tweede plus 1. Dat is de macht 3 tweede, dat is dus t tot de macht 3 tweede, gedeeld door 3 tweede, betekent 3 gedeeld door 2. Wordt, in feite, plus c, als je uitrekent, 2 derde voor 2 derde t tot de macht 3 tweede plus c. Nu, t was gelijk aan x kwadraat min 5, dus 2 derde maal x kwadraat min 5 tot de macht 3 tweede plus c. Dat is de substitutie om die formule op te vormen. T gelijk was aan x kwadraat min 5. Dus hier de oplossing van deze integraal. Ja? Dus dit was 2 derde maal die x kwadraat min 5 tot de macht 3 tweede plus c. Volgende oefening, tangens x dx. De graaf van tangens, die tangens x kun je schrijven als sinus x cosinus x. Dit is t, dit is sinus x dx gedeeld door cosinus x. Nu, sinus x dx, de noemer, de sinus x dx is min t cosinus x. Dat is een differentiaal, dat betekent in feite dat je het telkens vervangt door min t cosinus x. Ja, dan krijg je een integraal van, dit wordt min t cosinus x gedeeld door cosinus x. Nu kun je substitutie toepassen, cosinus x is t. Dan krijg je een integraal van min dt gedeeld door t. Dat is opnieuw ln t, zoals in de eerste oefening, dat is ln t. Dan krijg je dus min ln t. Dus min dt gedeeld door t is dan min ln t plus c. Waarbij uw t gelijk was aan, even kijken, uw t was gelijk aan cosinus x. Dus dan krijg je min ln cosinus x plus c. Ja, dit is min ln van cosinus x. Ja, dus gedaan met substitutie. Ja. Volgende voorbeeld, boogtangens x gedeeld door wortel 1 plus x kwadraat dx. Nu je weet ja, dat de integraal van boogtangens x... Ja, of de dx over 1 plus x kwadraat is in feite een integraal van boogtangens x. Dat is een basisformule, onthoud die. Ja. Dan krijg je in feite, dan kun je dat vervangen door
Het wordt dan boogtangens x, t boogtangens x. En waarom? Omdat tx over 1 vergroot is boogtangens x. Dan stel we boogtangens x gelijk aan t, dan krijg je de integraal van t dt. Dat is een basisintegraal, dat is t kwadraat gedeeld door 2 plus c. Ja, dat is een basisintegraal. Ja, dus dat is een basisintegraal. Ja, dat is een basisintegraal. Dan krijg je t kwadraat gedeeld door 2 plus c. En t was gelijk aan boogtangens, dat is dus boogtangens kwadraat x gedeeld door 2 plus c. Ja, dat is dus de t-substitutie. Ja, nog een voorbeeld, het laatste voorbeeld hier. Ja, x, y kwadraat dx. Hier merk je ja, dat x dx, hier staat, uw x dx is een half dx kwadraat. Dat is een basisdifferentiaal. Dan kun je dat invullen in de integraal. Dan krijg je een integraal hier. Integraal van 1 tweede. Dus 1 tweede. Hier komt dat 1 tweede. Integraal van e x kwadraat dx kwadraat. We gaan dus hier x kwadraat gesteld recht van t. Dan krijg je een half. E tot macht t. Tt. Dat is een basisintegraal. Gewoon et. Dat is een half et plus c. Dat is gewoon een basisintegraal. Ja, dus een half et plus c. Waar t was x kwadraat, dan krijg je een half e x kwadraat plus c. Ik heb nog andere video's met meer voorbeelden van elk soort integraal. Dit is gewoon een overig video om u aan te tonen wat je kunt doen met substitutie. Kijk voor de andere video's voor meer uitleg, meer oefeningen op elk soort type van substitutie. Ja? Dankjewel, bye bye.